Monique Westenberg heeft recentelijk haar gedachten gedeeld over haar ideale date night in een interview met 100% NL Magazine. Het was een openhartig gesprek waarin ze haar voorkeuren en gewoonten met betrekking tot romantiek en quality time met André Hazes Jr. onthulde. Monique onthulde dat hoewel ze niet zo romantisch is ingesteld, André dat wel is. Ze beschreef hoe ze het liefst thuis zijn tijdens hun quality time, ondanks dat ze niet in hetzelfde huis wonen. Hun schema's zijn vaak hectisch en gevuld met verplichtingen, maar ze vinden altijd manieren om elkaar een paar dagen per week te zien. Ze sprak over hun gebruikelijke routines, zoals sporten, die hun dagen vullen, maar benadrukte tegelijkertijd het belang van het vinden van momenten om samen te ontspannen en te genieten. Een interessant detail dat Monique deelde, was dat André een massagebed had gekocht om hun avonden nog specialer te maken. Ze gaf toe dat ze zelf niet zo romantisch is, maar dat André alles uit de kast haalt om het gezellig en romantisch te maken. Monique maakte zelfs een pikante opmerking over het massagebed, waarbij ze verwees naar André's plannen om haar te masseren met een happy end. Deze toevoeging zorgde voor een speelse draai aan hun intieme momenten en illustreerde hun openheid en humor binnen hun relatie.